Hello, Lotta, with Dennis Schouten from the Netherlands. Hey. Hello. Now in the news, in the juice news of the Netherlands, we see conversations with Sander. I can send it to you. Yes. If you want. Where Sander talks with little girls and asks, do you believe in open relations? Because my girlfriend lives in Sweden. Heb je wel of geen open relatie? Wat zeg je? Kun je ons dan nu uit de waan halen? Heb je wel of geen... Houd toch op, man. Ik heb toch geen enkele verantwoordelijkheid om jullie antwoord te geven op iets. Nog één keer, ik herhaal het voor het allerlaatst. En anders, ja, dan moet ik inderdaad maar een rechtszaak tegen jullie. Ja. Nog één keer, dan geeft hij je kopstoot in je blauwe knie. Oh. Het is toch volkomen duidelijk wat ik zeg. Ja, goeiedag. Hoe is het dan? 6:00 precies. Mensen kunnen nog naar de stembus. Heel snel en kort stemadvies van Jan Roos. Hop, nu, boom. Wat gebruik je tegenwoordig? Wat is dit? Wat is dit? Wat we is doen dit? Hem opnieuw. Komen. Ik kom met een one-liner. Ik kom helemaal niet met een one-liner. Ik kom nu met een one-liner. Nee. Ja. Yes, 5:05, daar bent u dan. En de dag van de verkiezingen. Jan, snel. Mensen die nog niet hebben gestemd of niet willen gaan stemmen. Jouw advies, snel, boom. One-liner. Ik denk dat die mensen om 6:00 kijken. Waarom zou het om 5:05 zijn? Ja, wanneer dan ook. Voor 9:00 stembussen zijn er open. Wat is jouw advies? Ga stemmen. Ja, op wie? Nou, ik stem op Mona Keijzer van BBBB. Nee, ik heb mijn stem aan Mona Keijzer van de BBB gegeven. Ik heb heel veel vertrouwen in die vrouw. Maar als je strategisch wil stemmen... en je wil die idioterie van links tegenhouden... dan is op dit moment de stem op de PVV... eigenlijk de enige mogelijkheid. Ja. Nou, ik ben wel overgestapt. Hè. Er moet een statement gemaakt worden tegen ja, van die vrouwtjes die steeds meer hun mening geven. Meer christelijke normen en waarden in Nederland. Maar ik heb de SGP aan de kant geschoven. Oh. En ben toch gegaan voor Wilders. Want laten we eerlijk zijn. Dit is de kans voor de PVV om een keer de grootste te worden. En dan wil ik dan wel eens zien of ze de PVV weer aan de kant schuiven. Ja. Nee, natuurlijk worden ze niet de grootste. Ja, maar dat zou kunnen. Nee, dat kan niet. Ja, maar dat kan wel als zij de meeste stemmen hebben. Nee, ja, maar dat is... Ja, ik ga nu even helemaal complot. Geef mij maar weer een aluhoedje. OJ, doe maar een aluhoedje op. Jensen-lieder. Dat zal BVN Nederland nooit toestaan. De laatste keer dat het leek alsof er iemand buiten de gevestigde orde premier zou worden... hebben ze hem door zijn hartjes heen geschoten. Ah. Dat was Pim Fortuyn. Jan, wat is dit voor complotpraat? Ben je dan deze week bang geweest? Bang geweest? Ja, bang geweest omdat je toch wel, nou ja, omdat jij, wat we zo zeggen, bedreigd bent. Ben ik bedreigd? Ja, je bent ernstig bedreigd. Was er wel iemand die mannetjes zoals jou zo aanpakt? Ben je bang geweest? Oh, dat! Nou ja, Jezus Christus. Ik vond het zonde. Ja, je vond het zonde? Ik vond het zonde. Ja, want vorige week hadden wij natuurlijk voor het eerst bericht over Stephanie Tensie. Ik kende haar niet. Nee, ik wel. Stephanie Tensie was in tranen om alles wat er in de wereld gebeurde. Stephanie Tensie had heel veel moeite met het leven. Ja. Die moest verschrikkelijk huilen. Ik heb daar een paar grappige opmerkingen over gemaakt, vond ik zelf. Ja. Maar dat was voor Stephanie Tensie. Ze heet helemaal Trenge. Dat is haar artiestennaam zelfs. Hè? Ze heet geen Tensie. Ze heet helemaal geen Tensie. Hoe heet ze dan? Ja, weet ik veel. Maar die in ieder geval, die meid, dat was voor haar een reden om helemaal uit de plaat te gaan. Hè? Ja. Nou ja, goed. Stephanie Tensie heeft de uitzending gezien. En filmt zichzelf en vertelt wat er op taart zit. Jongens, ik ben echt klaar met dit soort type mannen. Echt. Ze moeten een fucking grote waffel houden. Je ziet er niet uit. Flikker op. Flikker op. Weet je wel, val vrouwen zoals wij niet af. Rot op, man. Val vrouwen zoals wij niet af. Wie zijn vrouwen zoals wij? Achterlijke mutsen? Op hele domme wijven zonder enige vorm van inhoud. Mag je die niet afvallen? Ja. Maar dan kan je beter vragen of hele domme vrouwen die niets van de wereld snappen... hun grote smol houden over bijvoorbeeld geopolitiek. Omdat ze daar helemaal geen ene moer van snapt. En dat heeft ze ook wel aangetoond met al die onzin van haar. Als jij hele zware politieke statements op je Instagram... neerzet waar normaal alleen maar je dikke tieten, nep tieten... en je dikke reet, volgens mij is die wel echt, opzet. Lippen. Ja,
dikke neplippen opzet. Neus. Verbouwde neus opzet. dan en op een gegeven moment kom je met een politiek statement. Dan gaan mensen daarop reageren. Dat is zeg maar van het openbaar posten van dat soort dingen, zeg maar de bedoeling. We gaan verder. Vriend, ik heb zo'n succesvol bedrijf gehad. Ik heb in mijn eentje 8 televisieprogramma's gemaakt. Papa. Reisprogramma's. Papa. Mensen geholpen. Families. Wat dan ook voor SBS, Papa. RTL en weet ik veel wat. En jij zit achter je deskje op een fucking YouTube-kanaal. Ja. Daar heeft ze mij wel even bij de spreekwoordelijke ballen, Dennis. Ja. Deze meid heeft wat dan ook voor SBS en RTL gedaan. Heel wat dan ook. Heel veel programma's. En niet alleen maar mensen geholpen, ook families. Maar voor de mensen, wie is nou Stephanie Tensie? Ja. Oh ja, wie is als Stephanie je er nog niet kent, en die kans is eigenlijk onmogelijk, want de beste vrouw. Is een succesnummertje. Ja. Hier komt haar cv. In 2016 werd ze bekend als de assistente van André Hazes junior in het vernieuwde versie van het Rad van Fortuin. Eén vraag. Ja. Heeft André Hazes het Rad van Fortuin? Ja, dat wist ik ook niet, ja. En zij was dan... Zij was de assistent. Maar zij moest de bordjes omdraaien. Ja, of ze gaan verslingen. Ik ga Nee, kandidaten gaan verslingen. Oh, okay. En zij draaien dan de bordjes om. Wat ik heel knap vind, want ik denk niet dat deze meid van een beker onderscheiden. Dus ik ben blij dat ze dan met die lichtjes aangeven welk bordje ze om moest draaien. Want de woorden zelf kennen ze niet. In 2018 stopte ze met haar modellen en presentatiecarrière om haar bedrijf Tensie Productions te starten. Oh, ja. Ja. En toen maakte ze programma's voor de Nederlandse commerciële televisie. Kijk eens aan. RTL 4 daar en 6. Dat was haar succes. Dat waren haar successen. Ja. Daar komt-ie. Ze heeft onder meer volgende programma's bedacht en geproduceerd. Ja, ja. Het Spaanse Leven. Het Spaanse Leven? Ja, het Spaanse Leven. Ah, dat heb ik heb dat helaas gemist. Roadtrip Curaçao met Ferry Doedens. Nou, ik kan heel veel vertellen, maar Roadtrip Curaçao met Ferry Doedens, ja, heb ik gemist. Ja. Maar ik denk dat het wel heel leuk is. Ik heb het gevoel dat gesponsord is. Ja, iets of iemand in Curaçao. Curaçao is net zo groot als Texel. Ja. Dus ik denk niet dat SBS heeft gezegd van meid, hier heb je 100.000 euro. Maak eens een roadtrip over een eiland de grootte van Texel. En ze heeft ook nog een kerstspecial gedaan, Baasje Gezocht. Wat? Baasje Gezocht. Ging dat over hondjes? Ja, ja, ja. Ja. Een kerstspecial? Ja. Zij zocht baasjes voor hondjes? Ja. Nou, dat is... Laten we wel zeggen... We kunnen over Stephanie Tensie zeggen wat ze wil... of wat je wil... maar die meid heeft toch wel een hoop succesvolle programma's neergezet. Ja. Als jij dus op een gegeven moment gevraagd wordt... door de commerciële zenders... om een kerstspecial te maken... dan ben je groter. Ja. En zeker met hondjes. Ja. Ja, dat is een gevaarlijke vrouw. En toen zegt ze op een gegeven moment, ik wil langskomen. Nee, zij eiste dat zij naar dit programma zou komen om mij te slopen. Ja. Kapot te maken. Stephanie plaatste nadat ik haar heb gesproken. Ze was furieus in de lijn. Zou je komen? Zij zou jou de waarheid vertellen. Ja, ze maakte zelfs een photoshopje ervan. Ja, ze maakte een photoshopje ervan. En hier zie je haar al in actie. Jij lag in de touwen. Ja, ik lag in de touwen en er staat erbij, Dennis zojuist gesproken, dat ben jij. Ze durfde eerst niet, want ze waren bang dat ik met 100 man voor hun deur zou gaan staan. Zo schrijf je durfde niet, maar in meer van. Ah, maakt niet zo uit. Maar de afspraak staat, dinsdag 3:30, we nemen op dinsdag op. En ik weet het, ik word met DT, die scherp, daar helemaal afgemaakte tafel. Word ik nu al, dan zonder die thee, dat is raar, dat is in één keer anders dan. Dus jullie hoeven mij niet te waarschuwen. En dan wordt het Engels. I know the drill and I can handle everything. Godverdikke, ik zat te kijken. Ik zag mezelf hier in een photoshoppie. Ik kreeg een rechtsindirecte van mevrouw Tensie. Want we kunnen haar wel een mevrouw noemen met zo'n carrière. Dames en heren, jongens en meisjes, hier is ze. Stephanie Tensie! Maar toch niet? Nee, ken je die mop van het domme wicht wat ze naar rollenplaatsen komen? Ja, die kwam niet. Nee, Stephanie die had grote mond op het internet en bij mij aan de telefoon en overal. En dat zal en moest gebeuren. En dan ineens plaatst Stephanie 2 dagen later. Afgelopen dagen zat ik heel hoog in mijn emoties. Heel hoog. Zo hoog dat ik bereid was om bij rollenpraat te gaan zitten. Zo hoog. Ik moest en zou ze de waarheid wel gaan vertellen. Ja. Achteraf gezien totaal onnodig natuurlijk. Dat is een spiegelmoment voor mezelf. En die deel ik graag met jullie. Kijk eens. Ik maakte een keuze toen ik hoog in mijn emoties zat. Dat is een foute keuze. Ja. Gelukkig ben ik nog op tijd om deze terug te draaien. Ja. Dus bij deze, dat
is wijsheid. Ik kies liever voor om mijn aandacht en energie te richten op manieren die werkelijk toegevoegde waarde hebben voor de onschuldige slachtoffers in Palestina. Ja, ja, ik wil namens de onschuldige slachtoffers in Palestina Stephanie Tensie hartelijk bedanken. Ja. Want ook onder het puin denken ze vaak ja. aan Stephanie Tensie. Ja. En vooral aan haar geweldige loopbaan. Ja. Wat dacht je van Roadtrip Palestina? Leuk. Ja, ik denk dat Stephanie Tensie het nog geen half uurtje volhoudt daar. Nee. Want ik zou je vertellen, Stephanie Tensie, en dat, ja, dat moet ik toch vaak aan dit soort mondige vrouwtje vertellen. In Gaza moet je je bek houden omdat je een wijf bent. Mag je helemaal niet zeggen. Dus als je dat in Gaza doet, wat je net bij mij hebt gedaan, dan word je door je kanus geschoten door Hamas die je steunt. Wat gaan we zien bij Roadtrip Palestina? Nou ja, goed, dan zie je Stephanie Tensie op het strand. Yeah. Dan eet ze dadels. En die steekt ze dan zo tussen die hele grote opgespoten Donald Duck blik persoon. En zegt ze, oh, lekkere dadel. Ja, dat bijvoorbeeld. Ja, en dan? Maar dan wil ze toch een land in. Het is een roadtrip, Jan. Het is een roadtrip. Ja, dan gaat ze door de kapotgeschoten gebouwen. En dan zegt ze, oh, wat erg. Kijk, dat is wel een uitzending. Waterpijp. De waterpijp. Ik zeg je waterpijp. Stephanie Tensie, tussen haar lippen, zo'n ding. En dan zegt ze, oeh, lekker, appeltjestabak. Ja. Tenminste, als het gesponsord wordt. Ja. Door een plaatselijk appeltjestabak. Ja. Want anders zit ze daar niet aan te lurken. Ik denk dat de commerciële afdeling van RTL 4 nu zit te kijken. Maar moet nog even verder gepitcht worden. Ja, het is ook waar. Het is, laten we eerlijk zeggen, we zullen eerst met Europees geld Gaza weer op moeten bouwen. Ja. En dan heb ik het niet alleen maar over de tunnels onder Gaza. Maar ook die mooie flatgebouwtjes daarboven. En dan kan Stephanie met goed fatsoen daar een mooie roadtrip doen. Dus je kan bijvoorbeeld ervoor kiezen, dat is op zaterdag vaak. Hangen ze homo's op het Marktplein. Oké. Okay. Je hebt er een kermis. Ken je dat schieten op de kermis? Ja, op paniekblikjes. Nee, je hebt blikjes. En daar heb je dan joden. Dan kan je op joden schieten. Ja. Maar hoe zal Stephanie daar een verslag van doen? Wat zei ze dat knallen dan? Nou, dat is zo. Dat hebben die mensen over zichzelf afgeroepen. Door de genocide. Dat is overigens, vind ik, een vervelende traditie die ze daar hebben. Dat doen ze vaak op vrijdag. Dat is Davidster werpen. Ja, dat is heel vervelend. Dus dat doen ze dan met Joodse kinderen. En dan van een metertje of 4. Het is eigenlijk te makkelijk. Mag je dan een ijzer Davidsterretje in zijn voorhoofd proberen te gooien. Ja, dat is hartstikke leuk. En Stephanie Tensie, die doet dat graag. Dan als je de hoofdprijs wint die dag, dan krijg je voor een half uur een brommer te leen. En dan mag je dat kinderlijkje erachteraan slepen. Door de hoofdstraten. Ja. Nee, dat is hartstikke mooi. Ja. En dan zegt Stephanie, gerechtigheid. Ja, dat Stephanie Tensie samen met andere Palestijnen bijvoorbeeld de door Europa gesponsorde waterleidingen opgraaft om daar raketten van te maken. Hij zei, ja, dat is wel een leuk idee. Nee, en dat baasje gezocht. Ja. Kan Stephanie misschien wel maken met die mensen uit Israël die ontvoerd zijn. Ja, dat is misschien wel leuk. Ja, ja, kindje gezocht. Ja. En dan mensen die dan van hun peuter ontvoerd is door Hamas, dat ze dan gaan zoeken. Ja. Dat is misschien wel leuk voor Steve. En bij de Gouden Formule, laatste programma, zie je wederom al die mensen die vliegend het land overkwamen, het Festival van de Vrede. Oh ja, dat is ook wel leuk. Ja, de Gouden Formule. Dat ze met zo'n paraglider gaan ze dan op zoek naar hun eigen kind. Of dat is ook heel leuk voor Stephanie, dat ze dan aanbelt bij mensen die van wie iemand ontvoerd is, met 100 touwtjes. En dat ze daar dan aan trekt. En dan uiteindelijk gewoon een lichaamsdeel van hun familielid. Hey, dat is de arm van oma. Van oma Eddie. Dat is de arm van oma Eddie. En dan zeggen ze, surprise. Ja, we hadden niet. Oma Eddie kon niet helemaal komen, helaas. We hebben alleen uit het ziekenhuis waar geen tunnels onder zijn, hebben we alleen zijn arm nog kunnen vinden in het lijkhuis. Ja. Nou, heb je in ieder geval wat? Nou, goed. Nee, maar goed, tot zover Stephanie Tensie. We hebben nu duidelijk gemaakt wie zij is. Zij is meer dan ons en wij hebben respect voor Stephanie. Wij hebben niet alleen respect voor Stephanie, maar we hebben ook respect voor het geluid van Stephanie. Ja. Want dat moet ook een keer gehoord worden. Wij zijn ook voor de vrede. En Stephanie, die is nog best wel actief. Want Stephanie, die heeft haar eigen YouTube-kanaal. Ja. Ja. Wij zijn zielige mannetjes achter een YouTube-desk. Zielig ook. Ja. Maar Stephanie is vlogger.
Ja, en dat is het hoogst haalbare wat er is. Ja, dat is duidelijk. Ik zou graag wel uitleggen waarom ik voor een bepaald soort groepering eigenlijk vecht. Want dit is natuurlijk next level, we hebben het hier over een oorlog. Alleen, even in mijn optiek, ik weet hoe het is om, hoe moet je dat zeggen, buitengesloten te worden. Ik weet hoe het is om uitgestoten, of hoe zeg je dat? Nee. Ik weet gewoon hoe het is om buitengesloten te worden of uit een groep te worden gezet. Ik weet hoe dat is. Zegt Stephanie nou, als ik het goed begrijp, dat zij precies hetzelfde meemaakt als de Palestijnen. Ja. Ja. Ja, dat... zij weet hoe het is, ja, om buitengesloten te worden. Ja. 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 Vroeger hadden we hier de GGZ voor. Ja. Maar die is wegbezuinigd. Ja. Is compleet gestoord. Ja. Ja. Jezus Christus. Nou, gaat dit nog? Dit gaat nog even verder, denk ik. Ik voel die mensen zo erg dat ik dat niet gehoord word. Ik moet alweer bezig zijn met, oké, hoe ga ik weer geld verdienen zodat ik mijn rekeningen kan betalen. Oh. Hé? Ja. Ik heb niet eens gewoon de tijd om heel even gewoon tot rust te komen. En echt even bij te komen van alles. En alles een plek te geven. Want ik ben al dit komt even hard aan. Ja. Nu blijkt dat mevrouw Tentje geen geld heeft. Nee, mevrouw de Poortje. Mevrouw de Poortje, je kan de rekeningen niet betalen. Ik voel me niet helemaal lekker in mijn hummetje. Nou, dan ga ik maar een tijd niet werken om al mijn emotietjes te verwerken. Dus dan betaal ik even geen rekeningetjes en zo. Want ik moet heel even bijkomen in mijn bedje met mijn knuffelkussentje. What the fuck? Ja. Ja, hypotheekverstrekkers gaan hier niet vaak mee in zee. Ja, begrijp ik. Zelden bel je de Rabobank als je daarbij zit bij een hypotheekje. Of de, dat zeg ik, mevrouw, doe ja, maar even. Gezien. Wat is uw verdienmodel? Nou, even niks hoor. Ik moet even bijkomen een tijdje. Dus ja. Ik zou graag een hypotheek willen om mijn vaste lasten te betalen. Zonder dat ik daar iets tegenover zet. Kan dat? Daarom eindigen dit soort vrouwen allemaal met een sugar daddy. Ja. Die moeten uiteindelijk een man waar ze eigenlijk een hekel aan hebben om ze te onderhouden. Want ik ben alleen maar weer bezig van, ik moet geld verdienen. Ja, dat heeft eigenlijk ieder volwassen mens. Er zijn mensen van, ja, maar Stef, je zit er zorg doorheen. Je kan toch wel even een uitkering aanvragen. Het doet wel het toch pijnlijk op dat je het filmt. Even je... Ik moet hier even van bijkomen. Maar een bijstanduitkering, of wat voor uitkering ook, is niet bedoeld zodat labiele, emotionele vrouwtjes even tot zichzelf kunnen komen. Daarvoor is het niet in het leven geroepen. Hè? Nee. Nee. Zie je het voor je dat er een man zichzelf huilend in bed filmt? Ja. Dat hij zo'n kostenpost heeft vanwege zijn huis, het zijn de vaste lasten. Ja, ja, ja. Dat hij zegt, ja, ik zou zo graag een uitkering willen om even tot mezelf te komen. Hij zou door heel Nederland worden uitgelachen. Ja. Want, maar dit is, ja. Is dat de reden waarom jij die vlog niet hebt gemaakt toen je die zetel niet hebt behaald? Ja. Want daar had je ook zo'n vlog misschien wel kunnen opnemen. Nee, ik ken weinig chaîne, maar dit gaat mij zelf te veel. Eigenlijk gewoon zo graag heel even gewoon rust weer. Even rust. Gewoon even helemaal niks en gewoon niet aan werk denken. Gewoon echt even aan mezelf denken. Sorry, waarom dat pleurstieve ding niet scherp stelt. Even aan mezelf denken en dan bezig zijn met het scherpte van je camera. Terwijl je heel ligt te huilen in je dure bed. Ik vind deze fantastisch. Als jij niks anders kan dan jezelf jankend in je bed filmen. Terwijl je wartaal uitslaat. Zit je heel hoog in het Chinese Corner index. En Chinese Corner is uiteindelijk ook... Goed. En dan gaan we door, want er waren nog veel meer mensen boos. Oh, ja, veel mensen boos. Verschrikkelijk boos. Want vorige week hadden wij een grapje gemaakt over brownies en downies. Ja, maar de meisjes ook zit niet... Zit je wel eens bij downies en brownies? Nee, dat vind ik smerig. Ja, ik kom op, ben je allemaal leuke raden. In Enschede hebben we dat ook. En dus dan krijg je zo'n donut met kwijl erop. Ze mogen al, alsjeblieft. Dus ik heb er niet op te wachten, man. Rot op, man. En dan had Greta kunnen zeggen. Laten we eerlijk zijn. Over het algemeen is de bediening, de service in Nederland heel erg slecht. Ja. Om dan nog bij een stel Mongolen te gaan zitten wachten tot je vreten eindelijk een keer komt. Ga mij te ver. Ja, nou, maar, kijk, als je hier naar kijkt, wil je dan direct sorry zeggen? Ik vind het... ja, kijk, mensen waren woedend. En ik zie dus iemand die een grapje vertelt. Ja, ik maak een grapje over Mongolen.
Mensen met Down, ze nemen ook aanstoot op het woord mogol. Ja, dat kan. Ik had vroeger een mogol als zwager. Ach. En dan ging ik mee naar de kroeg. Job, met een topgozer. Ik ken genoeg. Ik heb nog zijn voetbalelftal gecoacht. Ja? Mongolenelftal. Allemaal kwijlen. Ja. En het enige waar je mee bezig was, was de keep mogol. Op goal te houden. Ja. De rest erin allemaal achter elkaar. En na de tijd was dat voetbalveld een soort van schaatsbaan. Zo glad. Het was zeg maar zoals het slipje van Nicoleke. Glibberig en glad. Nee, hoor. Maar goed, Jan, wij vonden ook, je moet ook daad bij het woord voegen. Ja. Je kan wel grote mond hebben over iedereen en alles. Maar dan moet je ook kunnen laten zien dat het grap is dat je met iedereen best woord hebt. Ja. Brownies en Downies. Brownies en Downies. Wij zijn daarheen gegaan om toch te laten zien dat het allemaal grapje is. Daar hebben wij... Nou, laten we zeggen, we hebben een koffietje besteld met een appelgebakkie. Ja. Dat duurde verschrikkelijk lang. Ja. Wat een trage mongool hadden wij zo over zich. Verschrikkelijk. Ja, dan denk je, ik wil van mijn goede kant laten zien. Ja. Kunnen jullie misschien ook? Wie weet je, die dikke tong in de weg? Ik weet het niet. Maar het had allemaal even ietsje sneller. Laat geen bij de bestelling al mis. Want dat kreeg jij al die helemaal lekker voor elkaar. Ik had dus appeltaart zonder slagroom. Wat ik ook raar vond, wij komen eraan. U ziet ons buiten zitten. Het was hartstikke koud. En jij zegt, ik ga er niet binnen zitten. Maar dat stinkt daar waarschijnlijk, zeg jij. Het ruikt daar gewoon een beetje naar urine. Ja. Doet er niet toe. Iedereen heeft wel eens een keer moeite met zijn plasje op te houden. Puntje gaat dus als volgt. Ik zit daar dus op de terras, te blauwbekken, ijskoud. Ik heb een warme chocolademelk en een appeltaartje zonder slagroom. Komt die me gewoon mee aankakken, denk je? Appeltaart met slagroom. Dus ik zeg, hallo, Downie of Brownie, ik weet niet wie van de twee je bent. Geen slagroom. Bleek kwijt te zijn. Ja. En ik had een warme chocolademelk besteld. En toen hij er eindelijk mee aankwam schijten, was de koude chocomel. Want hij heeft waarschijnlijk een kwartier naar ons tafeltje lopen zoeken. Terwijl wij de enige gasten op het terras waren. En dan denkt u nou, iedereen was kwaad. Iedereen is kwaad. Maar zijn de mensen met Down ook echt kwaad? Ja. We hebben ook gevraagd of er mogol bij ons, of er iemand met Down te gast zou willen zijn vandaag. Maar dat kon niet. Hm. Dat had te maken met de begeleiding. Ja. We hadden twee Mongolen, Downies. Downies. Twee Downies hadden we bereid gevonden om hier te komen. Ja. Maar de begeleiding kon niet. Dus uiteindelijk doen we het met één Brownie en die zit achter de camera. Ja, nou ja, er was er wel eentje uit Schagen. Die kon wel, maar de begeleiding kon dus niet. Nee. En toen zei ik tegen Jan, daar kan ik met jou misschien mee rijden. Ja, maar dat ga ik niet doen. Ja. Nee, ik heb leren bekleding. Ja. Nee, ja, sorry, maar dat ga ik niet doen. Dat vind ik smerig. Ja, nee, ja, dus hij heeft wel een video opgenomen, want hij wil wel laten zien dat hij achter ons staat. Hey Jan, hey Dennis. Nou, ik kijk heel graag voor jullie bij Robbenpraat op YouTube. Ah. Maar ik vind het heel leuk om het te zien, om het leuk te hebben. En ja, maak gewoon topdag, we maken topdag. En ja, twee duimpjes omhoog, dat ik weet je ook. Dennis en Jan zijn mijn doppers. Hoppa! Nou, jij bent ook een topper. Ja. Hey, ik ken deze gozer. God weet niet. Corné, je bent ook een topgozer. Bedankt voor je lieve filmpje. We zijn hartstikke blij met je steun. Ja. En ik zeg altijd maar zo. Huppatee. En dan gaan we door naar Sander Schildpad. Ach. Ik heb zo'n schurftekel aan die rotkabouter. Die vieze, vuile, verticaal uitgedaagde steengraaf. Oh, ja. Ik ben Sander Schimmelpennink en ik weet alles beter. En iedereen die mij geen gelijk geeft, die vind ik dom. Wat een eikel is dat, zeg. Verschrikkelijk, wat een lul. Ja, nou ja, goed. En Sander Schimmelpennink had een vervelende week. Want er werd geopenbaard dat hij... Chatshift. Ja. En dan zegt hij tegen iemand, geloof jij in open relaties? Chats? Met ladies. Nee. Oh, gesprekjes. Ja. Ik dacht dat je het over een geslacht ziet. En hier zie je hoe Sander vrouwen verleidt. Oh. Geloof jij in open relaties? Nee. Echt. Niet echt nee. Hoezo? Nou, mijn vriendin is Zweeds en woont in Zweden. Ja. Dus dat is een beetje de deal. Dat is niet de deal. Ja. En weet je vriendin ook dat je er zo in staat? Zweden zijn liberaal. Ja. Dat zegt niet alles hoor.
Maar jij gelooft er niet in, dus daar gaat onze laatste kans. Ach. Ja, Sander die pakt dus wat hij kan pakken. Ja, Sander is een oude geilpijp. Die schijnt menige Amsterdamse studentenhuis van binnen en van buiten te hebben gezien. Hij naait al die koorkippies. Dat vindt hij lekker spul. Ja. Ja, dat kan. Alleen, laten we eerlijk zijn, hij heeft wel vrouw en kind. Hij is net kind. Hij is vader geworden. Ja. Hij heeft net een kind. Ja. En dan zou je zeggen, dan hou je een beetje netjes. En dan kan je zeggen, ja, die meid in Zweden, die weet er alles van. Nou, die weet er natuurlijk helemaal gekloten van. Nou ja, dat weten we niet. Dat weten we nog niet. Dat weten we niet. Want het draait hier allemaal om journalistiek. Wij hebben het nummer van Lotta, zijn Zweedse vriendin. Ja, nu kan je zeggen, moet je zo ver gaan? Ja. En dan zeg ik, nou, om echt een journalistiek programma te zijn, wat wij willen worden, is hoor en wederhoor wel een vrijste. En misschien kunnen we eens aan haar vragen hoe dat zit met die open relatie. Goed idee. Ja. Dat is open relation. Ja. Is het chic? Nee. Is het journalistiek? Zeker. Heel erg. Lotta. Hello, Lotta with Dennis Schouten from the Netherlands. Hey. Hello. I have a question for you. In the Netherlands, on this moment, it is big news that your man, Sander Schimmelpennink, have an open... En ze hangt op. Wat een teringwijf. Ja. Je was niet zo lekker bezig. Ja, je was niet gek toch? Ik vond het bijna Engels. Ja. En ze heeft gewoon opgehangen. Ja. Ja, sorry hoor, maar zo kunnen we ons werk niet doen. Nee. En Sandra is ook iemand die echt van de journalistiek houdt van hoor en wederhoor. Ja. Nou, maar goed, ik vind toch... Ik wil niet in een goede relatie stalken. Nee. Maar ze heeft opgehangen, maar niet geblokkeerd... dat ik haar een spraakbericht stuur waarin we de kwestie voorleggen. Goed idee. Levert het niet journalistieks op? Levert er wel een echtscheiding op? Ook leuk. Hello, Lotta with Dennis Schouten from the Netherlands. Yes. Yes. I and my collie Jan Roos collie? Make... Ik ben gewoon hond. Ja, collies. Collique. Collique. Collique? Collique. Een collique, dat is een darmdraaiing bij een schaap. Jan collique. Roos, also yes. A politicon in the Netherlands. Wat, politicon? In his dreams. Huh? But... Sander Schimmelpennink is also a big journalist... In the Netherlands. Yes. And we are also a great journalistic program in the Netherlands. The name is Gossip Talk. So, now in the news, in the juice news of the Netherlands, we see conversations with Sander. I can send it to you. Yes. If you want. Where Sander talks with little girls and asks... Do you believe in open relations? Because my girlfriend lives in Sweden. And yeah, we have an open relation. So this is with a girl of 10. And it was also when you was pregnant. I saw that. 10? Je zegt dat het een meisje van 10 is. 10? Dat bedoelde ik niet. 10. In welke zin was dat dan? Je zegt is a girl of 10. Nee, a girl of 10... 10 vrouwen meer. it was not with a girl of 10 years old. 10 years old. But 10 girls. That was the news about me. But it are 10 girls. Yes. More than 10 girls. Whew. Yes. I have bewijs. Yeah, evidence. But evidence. And I can send it to you. So my question is, because we want to... Hair and hair it back. is it true that you have an open relationship? I like to hear you and I wish you a great time with your son. Have a nice time. Ciao, ciao. Ja, ik vond het heel journalistiek heel sterk. Ja, dankjewel. Nou, kijk, of je krijgt antwoord... of ik lees binnenkort in de Volkskrant dat Sander Schimmelpennink... toch niet in Zweden gaat wonen. Ja, maar ja, die is een vriend van mij. Die kan ik dat ook misschien gewoon even navragen. Of dit nou de journalistieke weg is. Ja. Sander Schimmelpennink. Dat is zonde. Hey Sander met Dennis. Jij bent net van Twitter af, dat vind ik jammer. Maar wij zijn een journalistiek programma.
We willen niet zomaar iedereen beledigen van alles. Want die stomme Yvonne, die plaatst zomaar dat je vreemd gaat. Ik heb daarom net gebeld met jouw vriendin Lotta uit Zweden. Een verbinding was misschien wat midden. Ze hing op. Maar ik heb haar een spraakbericht gestuurd met dat jij dus vaak vreemd gaat. Wat misschien helemaal niet zo is, omdat jij zelf zegt dat je een open relatie hebt. Precies. Nou, dan weet je dat. Doeg, Twentse groet. Zo. Mooi. Ja, ja, ik wil je toch feliciteren. Dit is toch een hoogstandje journalistiek. Dankjewel. Sander met Dennis. Hey Dennis. Hey. Ik kreeg net een berichtje van mijn vriendin dat jij haar probeert te bellen. Ja, ik heb haar even gesproken, ja. Ja. Ja, waarom deed ik... Waarom doe je dat? Nou, ga ik je uitleggen, want jij bent... Nee, dat hoef je ook. Dat is helemaal geen uitleg. Het is gewoon stalking en daarvan ga ik aangifte doen. En als je het nog één keer doet, dan weet je... Kijk, het ding met jullie is, val mij aan. Doe wat je wil. Maak mij belachelijk. Maar jullie hebben deze zomer, hebben jullie de meest verschrikkelijke dingen over mijn familie en mijn eigen vader gezegd. En nu bellen jullie mijn vriendin met allemaal kletsverhalen over weet ik veel wat. Daar is een grens. Dat snap je toch zelf ook wel? Maar Sander, mag ik wel reageren? Want je kapte mij net direct af. Nou, zeg het eens. Ja. Kijk, jij vindt Abed altijd boos als iets niet wordt uitgezocht en zo. Nou ja, Yvonne gooide in de lucht dat jij met andere vrouwen praatte en zo. En dan een open relatie had. En ik denk, ja, kunnen we dan wel in meegaan? Zomaar meeschreeuwen en roepen, vreemdgaan. Ik bel haar op. En ik vraag het na. Dennis, jij hebt niets te maken. Maar dan ook helemaal niets met mijn leven. En dan helemaal niet met het leven van mijn vriendin, die niet heeft gevraagd om al die onzin van die kolenweijer. En jij hebt de verantwoordelijkheid om dat dus niet te doen. Jij hebt niets te maken met andermans privéleven. En als jij haar belt, dan is dat stalking. Daarmee willen, wat denken jullie nou? Dat zij het gaat uitmaken met dat zij niet gewend is aan al deze waanzin? Dat zij niet moet lachen om weer een stel Nederlandse Kevins die allemaal onzin over mij roepen? Het is alleen... Het is illegaal als je pleegt strafbare feiten. Maar lieve, ik ging ervan uit dat zij gewoon zei dat het waar was. Dat jullie een open relatie hebben en dat het allemaal cool. Nou, daarom belde ik ze. Wij willen juist opkomen voor jou. Je weet, ik kan goed met jou. En dat is wat ik hoopte. Luister. Je hebt niets te maken met andermans privéleven. En je mag... Maar ik vind dat spannend, jouw privéleven. Ik vind dat spannend. Nee, jij komt op televisie, je hebt een talkshow, dan wordt ook jouw privé uitgemeten. Er zijn twee strafbare feiten waar jullie je aan schuldig maken. Eén is laster, door consequent leugens over mij en mijn familie te verspreiden. En het tweede is stalking. Want jullie vallen mij en mijn vriendin lastig. En jullie volgers worden daartoe door jullie aangezet om daar nog zo overheen te gaan. Ja, maar Sander, dat doe jij ook met jouw volgers. Je bent zelf geen haar beter, man. Alleen, jij bent altijd zo boos aan het doen. Maar zo boos. Man, kom op. Wanneer heb ik iets over jou? Als ik jou ook maar een seconde interessant... Jongen, hoe vaak heb jij gezegd over Jan dat het een vark is en een fascist en fascistische trekjes? En dan krijg je ook dat soort berichten, San. En dat doe je bij Wie het Duk. Dat doe je bij iedereen. Dat is heel simpel en zelfs voor domme idioten zoals jullie te begrijpen. En als je daar nog één keer overheen gaat, ja... Dan heb je gewoon een probleem. Die had ik al. Sander, je zei, ik ga naar de politie. Dan ga je nu ook naar de politie toe. Anders ben ik kwaad. Nee, maar dit pik ik niet, jongen. Als jij tegen mij zegt dat je naar de politie gaat, ga je ook. Ik wil die rechtszaak. Met jou en je vriendinnetje. Of heeft ze het uitgemaakt? Mijn vriendinnetje, die heeft het zeker niet uitgemaakt. Want jullie hebben... Gelukkig met z'n tweeën. Met een heel leuk dochtertje. En dat is heel leuk. Alleen, daar moet jij verder niet mee bemoeien, want daar heb je niks mee te maken. Je zorgt zelf maar eens dat je een leuk vriendinnetje vindt. Sander, ik ben verliefd op dit moment. Ik heb iemand ontmoet. Is dat zo? Ja. Nou, dat vind ik prachtig voor je. Maar ik heb nu even duidelijk gemaakt dat ik niet meer wil dat mijn vriendin of familieleden door jullie besproken, belasterd of gebeld worden. Ja? Is dat duidelijk? Ja, je bent toch niet mijn vader, man? Luister, die... luister even. Als je iemand belt, is het niet stalking. Jij belt nu Dennis. Kan hij aangifte doen voor stalking? Doe normaal, man. Alsjeblieft, stom gelul. Er is toch een
Dat is geen stalking. Dat is geen stalking. Hou erop, man. Net of je er verstand van hebt. Waarom de fuck bel je mijn vriendin? Ja, het is geen... mis met jou. Dat kan wel, maar je zegt dat het stalking is. Sander, wij bellen haar. Dat heb ik je uitgelegd. Omdat zij in het nieuws staat. Er wordt over haar gesproken. Zij en we doen. Niet in het nieuws. Jawel. Zij is niet in het nieuws. Ik ben niet in het nieuws. Jullie zijn domme tokkies die bezighouden met andermans leven. Dat gaat jullie niks aan. Dat is geen nieuws. Hoor toch op, man. Want nou ja, wij hebben het net gebracht. Ja, zeg, journalistiek niet. Wij hebben het gebracht als een enorme scoop. Sterker nog, Jan kondigt het aan met... Scoop! Ja, heel leuk jongens. Het is geen scoop, want alle rollen voor mij hebben al 100 keer gehoord. Ja, maar kun je dan nu ons uit de baan halen? Heb je wel of geen open relatie? Wat zeg je? Kun je ons dan nu uit de waan halen? Heb je wel of geen... Hou toch op, man. Ik heb toch geen enkele verantwoordelijkheid om jullie antwoord te geven op iets. Nog één keer. Ik herhaal het voor het allerlaatst. En anders, ja, dan moet ik inderdaad maar een rechtszaak tegen jullie. Ja. Nog één keer, dan geeft hij je kopstoot en weer blauwe knie. Oh. Het is toch volkomen duidelijk wat ik zeg. Je snapt toch ook wel dat je niet andermans familie moet lastigvallen met jouw... Nou, heel is Sander, ik ga je de waarheid zeggen, het zit anders. Ik dacht dat jullie een open relatie hebben, wil Lotta misschien wel een keertje met mij. Ik vind haar een mooie vrouw. En ze houdt van kleine mannetjes. Ik ben ook geen grote jongen. Je moet niet aan mijn familie komen. Ja, bij een open relatie zitten andere mannen ook aan je vrouw. Zo zit het. Dat zouden jullie ook vinden. En zelfs met primitieve wezens, zoals jullie met de laagste standaard qua beschaving, zouden zelfs jullie moeten snappen dat je niet onterechte leugens over iemands familie de wereld in helpt. Sander, kom je nog wel terug op Twitter? Want daar heb ik op mij gestopt. Dus je gaat hier niet over twitteren. Schande! Ze hebben hem laster en smaad. Dit en dat. Stalking. Nee. Je hebt natuurlijk wel gelijk. Ik moet dan naar de rechter. Dus dan ga ik dan naar de jongens. Ja, hebben we een afspraak? Het is wel lachen dat je iedereen die jou opbelt kan voor stalking. Ja, ja. En dan heeft u misschien zin in een droppie. Maar we gaan over naar ons favoriete moppie. Jezus, echt. Hoe lang heb je erover nagedacht? Wat een mooi gedicht. Dus pakt u maar koffie en cake. We gaan naar het moppie van de week. Jezus, wat slecht. En dan zijn we dan weer uw favoriete rubriekje. Tenminste, krijg jij dat ook steeds door, Jan van de Kijks. Dat ze eigenlijk alleen nog maar kijken om dit rubriekje. We kunnen lang en breed hierover praten. Maar dit rubriekje wordt op handen gedragen door heel veel van onze kijkertjes. Ja, en is het anders niet door degene die maandelijks onze huurpenningen incasseert. Het moppie van de week. Van de week. Met week. Deze week Milena XO. En Jan, jou is net verteld waar het voor staat. Ja, Milena. Is haar naam. Juist. En XOXO betekent voor kusje knuffel. Ja. Wat ik niet wist, want ik ben een oude man. Bij mij is als iemand mij een XO stuurt, denk ik dat we een hele dure cognac gaan suipen. Ook lekker. Ja, meid, kan jou het schelen. Ja. Mileentje, als je het goed vindt dat ik je zo noem. Ja hoor. Meid, wat zie je er leuk uit? Wat heb je aan vandaag? Ik heb een latex catsuit aan. Leuk. En ik heb latex handschoenen aan. Leuk. Ja. Lekker shiny. Lekker shiny. Alleen mijn handschoenen zijn nog niet heel erg shiny. Dus die mogen straks nog mooi opgepoetst worden. Ach, wat leuk. Ja. Er is natuurlijk een markt voor vrouwen in latex, neem ik aan. Maar wat kunnen mensen zien als ze naar jou gaan op moppievandeweek.nl? Best wel gevarieerd. Ja. Je bent een soort latex rijsttafel. Nou ja, eigenlijk wel. Maar ja, voor echte variatie gaan we natuurlijk naar de schijf van 5. Alles zit erin. Ja, bijna alles zit erin. Ja. Zeker. Ja. En je kan ook zeker in de chats over best wel alles met me praten. Maar de GF vergeet jij nog wel eens. De welke? Groente en fruit. Ja, wat bij de schijf van 5 het vaakst vergeet. Ja.
is wel een optie om binnenkort wat leuks mee te maken. Ja. Oh, ja. Oh, oh, oh. Ja. Nou, jongens, dan weten wij vast wel wat voor groente en wat voor fruit Milena XOXO bedoelt. Maar ja. Wat kunnen we nou zien? Dat was eigenlijk wat mijn vraag was. Of breng je die bij jezelf in? Ja, ik ken dat soort vrouwen. Ik distancieer me daar ver van als dat zo is, maar... Nee, dat is niet wat ik doe. Cosplay. Oh. Want weet je wat cosplay is? Ja, dat is soms ook met dieren. Soms wel. Ja. En dat hebben we net geleerd van onze OJ. Want onze OJ die komt zelf uit het bos. Zonder nu gelijk over Sub-Sahara en Afrika te praten. Wat we hebben afgesproken niet meer te doen. Maar OJ zegt, ook bij ons in het bos heb je dan furries. En dat zijn mensen verkleed in een furry pakje. Bijvoorbeeld in die van een vos. Ja. En OJ zegt dan dat dat staartje dan in het poepetje zit. Ja, dat kan. Nou, mooi. Maar... dat ligt er gewoon aan waar je zelf behoefte in. Wat voor cosplay ben jij? Als wat ben jij dan? Bijvoorbeeld een latex rood kapje? Nee, ik ben eerder gelinkt aan games. Bijvoorbeeld een latex Catwoman of een latex Lara Croft. Ja, maar was je dan dit weekend ook bij de Comic Con? Ja. Oh, verschrikkelijk zeg. Ben je wel eens geweest, jammer, de Comic Con? Nee. Nee, dat een beetje debiel Nederland is dan vertegenwoordigd. Dat staat daar dan een beetje. Dat is zo, hè? Ja. Debiel Nederland? Heb jij dan voor zo'n steentje, of niet? Ja, waarom heb ik jou niet tegengekomen? Is dat niet dan? Ik moet wel eerlijk zeggen, in de tijd dat we naar speciaal onderwijs gingen, waren altijd busjes, die bragen mensen van huis naar school. Maar die busjes konden zo met de hele school doorrijden naar de Comic Con. Ja, maar jij dat ook, zeg, met je kogelvrije kuif. Je kan toch ook gewoon een steentje hebben? Hé, een beetje autistisch gebeuren daar vaak, hè? Nou ja, je hebt wel veel mensen met een probleemachtergrond, om het zo maar te zeggen. Precies, en dat komt er dan wel bij de Comic-Con. Ben je ook geïnteresseerd in om meer te zien van Milena? Ik zou 1, 2 keer, toch? Ja, nee, ik zou het zo. Ga naar moppievandeweek.nl en kijk voor haar prachtige content. Zeker. Wil je nog iets tegen de kijkers zeggen? Nou, ik heb natuurlijk een hartstikke leuke korting. Oh. Dus kijk op moppievandeweek.nl en kijk lekker op mijn profiel. En dan zie ik je graag in mijn chat. Maar voordat we afsluiten, gaan we altijd naar onze regisseur. Ja, je dacht natuurlijk dat die man er niks bij zit. Ja, nee, dat dacht ik. Die bepaalt. Dat is zeg maar de Julius Caesar van deze arena. Ja. En wat zeg je? Gelukkig zeg. Nou, heb je alles weer opgelost met Chantal? Ja, hij had ruzie met zijn vrouw. Oh ja. Hij had ruzie met zijn vrouw. Het is wel zo dat relaties vaak lijden onder dit programma. Ja. Meer wil ik er niet over zeggen. Nee. Lieverd, ik kom vanavond, hoop ik, weer thuis. Als het van jou mag. Hoi! Ja, dames en heren, het is weer zover. Hoe ver? Nou, doet u maar een gokje. We gaan over naar het... reclameblokje. Yes! Ja. En dan is het natuurlijk crisis. Het is crisis. En waar is het crisis? Bij ons. Oh, bij ons is het crisis. Zoals je ziet kan ik bijna niet meer eten. Zoveel armoede hebben we. Ja, en Jan heeft zelfs niet eens meer een mooie dikke trui. Daarmee draagt hij zijn jas in de uitzending. Maar dat komt omdat ik met jou een discussie heb gehad, denk ik, over het pollotje. Toen heb je die jas eraan gedaan. Er was helemaal geen discussie. Je ziet er vaak zelf uit als een clown, een minderjarige clown. Je bent godverdomme bijna 30. Je kleed je als een jongetje van 14. Ik ben helemaal fashionista gekleed. Je bent helemaal niet fashionista. Je ziet eruit als een jongetje van 14. Kijk, deze broek is nieuw. Draai zelf eens om. En kijk, op mijn rug. Ook een mooie... Heeft hij een trui van zichzelf aan, met zichzelf erop. Maar het is... Maar je bent ik durf het bijna niet te zeggen, maar je bent bijna 30. Je kleed je als een jongetje van 15. Maar jij hebt een oude juttenjas aan. Ja, maar ik ben ook gewoon een oude man. Waar je vader vroeger mee over die speeltuinen liep. Ik snap hem. Nou ja. Zou kunnen. Wat is jouw vader? Nee, maar ik vind het maar prima. Maar je had commentaar, geloof ik, op mijn polo. Die was niet goed genoeg of zo. Ik weet niet. Ik vind het allemaal een beetje zielig. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, wij hebben in Noord-Holland een naam voor mannen die op de kleding van andere mannen letten. En dat is Jan homoseksueel. Jan de Boefie was van de interieur. Daar gaat een fashionista. Geen fashionista. Maar goed, we hadden natuurlijk over ons. Want wij hebben uw steun zo hard nodig. Vorige week hebben we alle extra's gestuurd. Zeiden de mensen, ja, maar ik heb ze niet ontvangen. Nou, dat kan dan omdat u dan na donderdag
donateur bent geworden. Dus het is een kleine moeite voor onze Jan om ze deze week nog allemaal op te sturen voor de mensen die ze hebben gemist. Ja, dus deze week alle extra's op donderdag 6 uur in je doosje. En waar maken we de extra's nou van? Nou, voor alles wat we overhouden voor deze reguliere uitzending. Wat we eigenlijk normaal moeten wegflikkeren. Eigenlijk afval. Eigenlijk krijg je gewoon verschrikkelijk hoeveel afval. Of, nou. Nou ja, dat is wat het is. Of dingen die niet op YouTube kunnen, omdat je dan allerlei dingen krijgt. En dan moet je eraf 18 plus gaan. Oké, er zitten ook wat uitspraken bij die je gewoon niet kan doen op open YouTube. Want dan gaat je kopje eraf. Het zijn de onderwerpen die niet in deze uitzending kunnen. Die komen naar u toe, want wij zitten hier 3 uur. Nou, kijk dus hoe lang deze uitzending duurt. De rest komt naar u toe. Nou, dat is ook niet helemaal waar. Maar goed, in ieder geval, roddelpraat.backme.org, zodat u dit prachtige programma kan steunen. De enige vrije plaats waar nog de vrijheid van meningsuiting wordt vastgehouden. Waar wij niet gaan marchanderen. Diepgaand onderzoekswerk. Oh, even wachten. Fantastisch journalistiek diepgaand onderzoekswerk door de heer Schouten bijvoorbeeld deze week. Dit is het programma wat niet weg mag. En daarvoor hebben we u nodig. 5 eurotjes per maand om dit programma mogelijk te maken. En u krijgt een gesture terug, namelijk een extra in een doosje. En dan hoort u ook echt ergens bij, hè? Dan bent u bij vrienden en familie, zegt hij, nou, ik ben donateur van Roddelpraat. Ja, nou. dan heb je ook een... Dat is ook gewoon goed. Heel eerlijk, er zijn heel veel mensen die plaatsen nu een Palestijnse vlag op Instagram om te laten zien dat ze ergens bij horen. Dat is niet heel hip. Maar donateur zijn van ons... Dat is pas hip. Dat is top. Hartstikke mooi. Zeker doen. En het kost bijna geen poen. Precies, daarvoor dank. En dan gaan we naar Jan en Dennis, zonne-energie.nl. Jan, de zonnepanelen staan slecht in het nieuws. Ja, er is een beetje gedoe in zonnepanelenland. Want zonnepanelen, die worden opeens als een soort kwaad omschreven. Terwijl je natuurlijk dacht, hè, zonnepanelen, dat is goed toch voor het verschrikkelijke klimaat. Dat hele klimaat kan ons geen reet schelen. Het is goed voor je portemonnee. Maar wat hebben ze gedaan? Dat Thijssen in Den Haag, die hebben weer iets veranderd, waardoor je, als je te veel stroom opwekt met die dingen en het moet afgevloeid worden, dat heel veel geld kost. Maar bij Jan en Dennis Zonne-Energie doen wij alles op precies wat je nodig hebt. Wij hebben ook 4,8 sterren. Want iedereen zegt, wat een topservice. Wat doen ze namelijk bij janendennenzonne-energie.nl? Ze gaan precies kijken wat jij nodig hebt. Dus je overproduceert helemaal niet te veel stroom. Dus daar hoef je helemaal niet voor te betalen. Nee, je houdt geld over in je zakkie. Want we gaan niet je hele dak vol pleuren, omdat we denken, we moeten van die boel af. Het is bij ons allemaal maatwerk. janendennenzonne-energie.nl. Ja, misschien doet uw buurman heel erg hip met 12 panelen. Maar hebt u eigenlijk maar 8 nodig? Precies. Is het een kleine investering? Leeft het direct op? En dan hoeft u niet terug te leveren, want u heeft niet meer nodig. Want die teruglevering kost geld en dat hoeft dan niet. En daar zorgen geld mee op. Of lever geen geld meer op. In ieder geval, dat ga je vertellen. Onze mensen van Jan en Zonne-Energie.nl, die maken zijn vakwerk, maatwerk, topwerk. En ook helemaal ja, niet. Ja, varen ze een offerte aan, ze bellen u op. Hè, dan kunt u nog altijd zeggen, niks van mij. Maar ik weet zeker, ze gaan het helemaal uitkijken. Hier woont u, dat is uw huis. Wat hebt u nodig? Probeer het eens. Ik zou je sterk vertellen, als u op een gegeven moment denkt, het pot verdikken, ik zou het wel willen. Maar ik heb nu even niet het geld liggen voor die dingen. Ook een financiering kunnen we regelen. Ook dat nog. Jan en Dennis Zonne-Energie. Punt. NL, kom dat zien en vraag die offerte gratis aan. En dat geldt ook voor het afbouwcollectief. Dat zieke. Het beste collectief van Nederland. Inbouw, verbouw, doorbouw, aanbouw. De hele duvels in zijn oude moer bij het afbouwcollectief.com. En met acties. Een badkamer vanaf 5000 euro. Stukken vanaf 1450 per vierkante meter. Een aanbouw al vanaf 950 euro prachtig per kubieke meter. En laat ik spuiten deze maand slechts voor 8 euro per vierkante dat meter. Dat is er helemaal niks, joh. Laat ik spuiten. Heerlijk. Kom dat zien bij het afbouwcollectief.com. En dan kunt u ook nog naar het warmtepompencollectief.nl. Want daar hebben zij warmtepompen. Ach. En die hebben zij al op voorraad. Dus die heeft u zo thuis. En je hebt dan 75% besparing op de gasrekening. Nou, dat is veel, hoor. U krijgt subsidie vanaf van de overheid. Ja, en die is een klein beetje ook. Hoeveel is het? 2400 euro. Godverdomme. Ja, en terwijl die dingen nu slechts 3750 euro kosten. En u krijgt nog eens 10% korting als u bij de aanvraag van de offerte Roddelpraat benoemt. Het warmtepompencollectief.nl. Ja, dat is toch fantastisch. Bestel dat ook. Is lekker voor in het portemonneetje. Ja. Nou, hartstikke goed. Bedankt voor het reclameblokje, Dennis. Bedankt voor alles. En bedankt voor het kijken. Ja, nou, en dan nog heel even een korte voorspelling. Wie wordt onze nieuwe premier? Dat wordt die VVD-mevrouw. Die Dylan Jukke Bokke Bucky.
Want ze gaan echt niet accepteren dat Wilders premier wordt. Dus Dylan Jukkebukkebukkies. Jesilgus. Ja, die wordt premier. En dan zitten we weer met die scheid VVD. Die net onze 12, 13 jaar volledig hebben uitgewoond. Maar dit land verdient ook niet beter. We zien u heel graag bij de extra met Scoops. Doeg! Hoi!